Wie gaat hem winnen dat toernooi? Ja. Nee. Ik hoop. Laat me opzetten. We hebben, aan de rechterkant hebben wij Nabil Khashab tegen, tegen Benny Adegbui, geloof ik. En Rico Verhoeven die neemt de top tegen Laidouni. Nou, gaan we even bij Nabil beginnen. Hoe gaat dat eindigen? Nabil, wie is dat ook? Is hij een SB gym, toch? Een SB gym. Ja. Jonge. Tegen Benny moet hij. Ja, tegen Benny Adegbui. Ja, ga ik voor Nabil. Die gaat Nabil winnen? Ja. Ja. Oké, nou, dan hebben we Rico Verhoeven tegen Laidouni. Rico. Die gaat Rico winnen. Terwijl die andere jongen ook wel, dat moet ik ook even erbij zeggen, is ook een goede jongen. Komt ook om te vechten, komt hij. Ja. Maar Rico was de laatste partij, vond ik hem een beetje stroef. Maar hij klaarde het wel. Ja. Weet je, en ik zag wel wat stroefigheid in hem, maar hij heeft het wel gewonnen. Dus. Zou dat te maken hebben met zijn afwezigheid? Ja, sowieso, ja. Sowieso. Dus dat zag ik ook weer. En ik zag ook weer dat hij het heel snel oppakte weer. Ja. En ja, dus die zit er weer gewoon in. Dus ik geef Rico dat die win deze gewoon. Oké, en dan hebben we Nabil. Die gaat dan op een gegeven moment tegen Rico. Die komen elkaar tegen de halve finale. Ja, geef ik Rico. Nabil gaat niet verrassen? Ja, Rico is te fit. Hij is te, weet je... Ervaren. Nabil is nog een jongen die net erin komt. Ook een goede vechter, niet daarvan, maar... zoals Nabil je kijkt, moet hem toch voor Rico zetten. Ja, toch voor Rico. Ja, je bent een goede jongen, jouw tijd komt nog wel. Iedereen zijn tijd gaat komen. Vast en zeker. Snap je, zo is het. Daarom. Dus die jongen die komt er echt wel. Ja. Oké, okay, dan van de andere kant hebben we Cookie tegen Rajab Zadeh. Ja, wat een mooie partij. Sowieso ga ik voor mijn grappie. Cookie is mijn grappie. Ja. Maar hij moet wel scherp zijn voor deze jongen. Dit is een agressieve jongen inderdaad. Hij komt echt om te vechten. Vanaf het moment dat de bel gaat, gaat hij naar voren en knokken. Dus, maar ja, weet je wel, Cookie heeft zo'n power. Hij is groot. Ja. Want het is echt een kleine jongen tegen wie hij vecht. Mm-hmm. Dus hij moet oppassen voor die overhand, maar verder... Zie ik Cookie al winnen. Oké, okay. En dan hebben we Levi Richters, die vecht tegen Uku Jurendal. Ja, Levi een tijdje eruit geweest, hè? Ja. Moet ik zeggen. Een tijdje eruit geweest, dan komt hij weer terug. Ik vocht tijdens het event dat Uku tegen Badr Hari vocht, maar dat was... Ja. Ja, en die Uku is toch... Die man heeft een hand in huis. Waar je toch... Ja. Waar je toch u tegen zegt. Mm-hmm. Een hele mooie timing hebt hij ook. Weet je, hoe die Badr ook pakte. Een hele mooie timing hebt hij. Ja. Dus ik moet deze wel voor die Uku... Oh, Levi gaat eruit. Ja, ik denk dat hij hem pakt inderdaad. Hij heeft hem nog niet verloren, hè, die gast. Dan wordt het dus Cookie tegen Uku. Nou, finale. Ja. Ja. Krijgen we dan een finale wat we ook al hebben gehad tijdens Collision? Krijgt Cookie weer een kans om het te proberen tegen Rico in de finale? Ik geef hem deze wel. Ja? Ja. Gaat Cookie gewoon winnen voor Rico? Nee, dat is het volgende, dat weet ik niet. Ik hoop dat hij ervan heeft geleerd inderdaad. Ja. Van zijn inhouden van zijn vorige wedstrijd. Ja. Had hij iets te veel ingehouden, dus ik hoop dat hij er nu gas voor gaat geven. Mm-hmm. Maar Cookie, weet, all the way, let's get it. We gaan het zien, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval een korte voorspelling gehad voor het toernooi in een x-aantal minuten. Ja. Maar Cookie, weet, all the way, let's get it. We gaan het zien.